welkom bij weer een nieuwe video. Long time no see. Ik ben er lang niet geweest. Druk hè, met de kleine. En waarom verder vertel ik jullie heel snel ook nog. Ik ben net aangekomen bij Kwakkoe Moeilijkse Dag in Amsterdam. Ga maar net een seintje op, sorry. Ja, prima. Hij heeft nog één nummer. Ik weet niet of dit zijn laatste nummer is. Hier nog één. Maar dat doen we natuurlijk wel. Goed, we hebben nog één nummer, dan moeten we weer on stage. Ik ben vandaag met mijn partner in crime, Rogero. Net zoals vorig jaar. En we zijn represent Visit Ambon 2020. Ze dus samenwerken deze shirts met Molucan Islands. Gaat het? Warm hè? Maar het is een mooie dag vandaag. Er stond onweer op het menu, maar dat is er nog niet. En die gaat hopelijk ook niet komen. Maar ik ga jullie vandaag weer meenemen. Gezellig een dagje. En genoeg op het programma. Nicky Manaputi. Wie hebben we nog allemaal nog meer? OCD Band. Karen Pohu. Dori Latoahari en Jopie Lato. Feestje vandaag. Feestje. Heel leuk. We zijn bij het hoofdpodium weer bij de waterkant. En nu, wie is nu ook alweer? Sarah Latoprisa. Gaan we even kijken. Waar is mijn telefoon? Oh, daar. Even kijken hoe druk het nu al is. Het is meestal heel druk bij de ingang. Dus de inloop, ik denk dat iedereen... Jeetje, wat zien we, het is zo heet, jongens. We zien er zo verhit uit. Is goed. Hoeveel minuten van tevoren wil je zijn? We zijn al klaar. Nee, hey, voor de tijd ready. Aman. Oké. Okay. Ja? Ready? Geef een code aan hun. Let's go. Yes. En dan oké. Okay. We'll be right back.
staat er nu op het programma nog, binnenkort? Binnenkort ja, tot naar Jakarta en dan is het weer met Glenn Fletty sowieso, gaan we weer op tour. Yeah. En straks in de city gaan wij naar Maleisië, gaan we naar de Kuching Jazz Festival met straks in de city. Yeah. Ja, dus allemaal leuke dingen aan te komen. En wat zijn nog echt plekken waar je denkt van daar wil ik echt nog een keer staan? Nou, in Azië zou ik heel graag een keer naar Japan willen, dat is echt wel mijn droom. Ja. En ik ben een fan van Zuid-Amerika, toch wel. Ja? Ik ben een paar keer naar Suriname geweest, ook naar Brazilië, dus daar zou ik ook wel een keer naartoe willen gaan. Ja. En natuurlijk, ja, Europa blijft leuk, hè. Ja. Dus, dan zeg ik, good to be back in Amsterdam. Ook omdat ik hier ook met de missie ben natuurlijk, hè. Hashtag ja. Visit Ambon 2020. Ja, ik heb het dus al veranderd, ja. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Ik zag je helemaal. Ja, ja, ja. Dus ja, ook omdat het een missie is en vind ik het gewoon leuk om te doen. Hey, en hoe is het met die kleine? Want jullie nemen die kleine overal mee. Ja. Hoe ervaren jullie dat met die kleine nu? Want voorheen was het natuurlijk nee. Zo. Nee, we gaan gewoon en het is gewoon meer organiseren dan. Ja. Vroeger was het om... Alles ja, 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 ja. Maar ik volg je ook altijd met, met jullie kleine, zie ik het ook al. Dus dat is precies hetzelfde. Yes. Het is gewoon meer organiseren en eerder opstaan. Dat is ook wel. Hoe laat moet je opstaan? Ja, half zes. Hey, en als laatste, wat vind je van... Dat, we hebben het al even over gehad. Wat vind je van dat Visit Ambon er is volgend jaar? Ja. Het is een mooie gebaar. Ja, toen ik er ook voor werd gevraagd, twijfel ik op geen moment van, om het te doen of niet. Want, ja, ik voel me gewoon ook geroepen op een of andere manier om dit te doen. Mijn motivatie is gewoon van, om onze benutters natuurlijk op de wereldkaart te zetten. Ja. Zo voel ik mezelf en ik heb het altijd al in mij gehad, maar ik had nooit iets om het mee te gaan promoten. Tuurlijk mijn eigen leven, mijn eigen werk, maar nou Visit 2020 erbij komen, ja, ik voel me gewoon geroepen om het te doen. En je had die tour natuurlijk in Nederland gehad, toen was het ontvangen door de mensen? Leuk. Ja? 7 weken, ik had 10 shows gedaan. Ja, wow. En een hele, hele leuke tour gehad in Holland. Ja. Door heel het land. Ja. En ja, natuurlijk ook onder de naam Visit 2020. Dus, ja. Dat met een hele auto en al. Met een hele auto. Nou, ik dacht, ik krijg een kleine Peugeotje, weet je wel. Of een kleine Clio, hoe zeg je daar, zo'n klein Renaultje. Jullie hebben het allemaal gezien op Instagram. Ja. Dat was gewoon een vliegtuig, hè. Ja, heerlijk. Ja. Precies, maar het is ook gewoon van, ik krijg ook alle medewerking hiermee. Ik krijg alle backup. Ja, precies. Wat ik hun geef, geven hun terug. En gunnen, hè. Gun elkaar, en gunnen, hè. Gun elkaar, hè. Gun de gunfactor. En dat zie je ook gewoon op kwart weer, dat het elk jaar gewoon een top succes is. Ja. Omdat we gunnen elkaar. Vanuit de organisatie, van Rom, District 95, Visit Ambon 2020. En natuurlijk ook het vergeten Kwaku Festival, hè. Ja. Want ze moeten het maar willen. Dat, maar dat denk ik even wel nu, hè? We staan de drukste dag van Ja, snap je, hè? Snap je. Want ik hoorde, we zijn meer dan welkom. Want we kwamen al binnen en de mensen zeiden, oh, het is om deze dag helemaal vol, joh. Ja, maar zelfs de Orang Suri zegt van, wij gaan met de Molukse dag, want dan is het de drukste. Ja, dus nou, petje af. En, echt, en laten we het gewoon allemaal gewoon positief houden. Gewoon positief en met, gewoon met, en met, en met heel veel liefde. Gewoon positief en met heel veel liefde voor elkaar. Vind ik een mooie afsluiting. Ja, dus echt. En dan meen ik het uit mijn hart. Positief en gewoon veel liefde voor elkaar. Ja, toch? Gandong ding gandong, dat zeggen we altijd, toch? Maar nee, laten we zien dat we het ook echt kunnen. En tot volgend jaar, hè? Ja, zeker. In Ambon, hè? Ambon, ik zie je ook. Kwaku hier, wat we net allemaal zagen, gaan allemaal verhuizen naar Ambon. Helemaal top. Bedankt. Als je dan top, hè? Jij ook succes met alles, hè? Dankjewel. Ja, jij ook succes, hè? Dankjewel. Top. Klaar! We zijn nu bij Hotel Jakarta. Oh! Waar zijn we? Ariel, even inchecken. Wat is dat? Ga maar! We zijn net aangekomen in de hotelkamer, in Hotel Jakarta. Ja. Ja. Chloe speelt altijd graag met mama's pinpas. Ja. Doe je voorzichtig. Ik had vandaag alleen het middagprogramma gepresenteerd. Ja. Bij Kwaku. Normaal doe ik altijd de hele dag. Maar ik was met Chloe'tje, dus ik heb een halve dag gedaan. Ja, kijk je uit, het is wel een raam, hè? Dus daar kan je niet doorheen.
Ja, pas op. Het is nu volgens mij al 9:30, dus ik ga Chloe's flesje nu maken. We wachten nog even op het babybedje, die wordt zo geleverd. Maar we hebben een heerlijke kamer. Ik zal even laten zien. Nee, ja, schoen joh. We hebben een kamer met zeezicht. Ja, schat. De douche. Nee, we gaan niet meer naar buiten. Nu nog een hoekje. Mama's pinpas. Ja! Hier mijn uitzicht op. Ja, zeezicht. Is ook niet, het is niet echt de zee, maar. Waarom ligt deze zo? Mama. Ja, schat. Waar is de tv eigenlijk? We hebben helemaal geen tv. Wat gek. Mama. Ja? Nee, we gaan niet meer naar buiten. Wat gek, we hebben helemaal geen tv. Nou ja. Hallo. Hallo, of komt die ergens uit vandaan? Hoor mij nou, er is geen tv. Volgens mij zit deze tv hierin. Denk ik. Ja, yeah. Hier is hij. Nee. Ik dacht al. Wow, de tv! Wauw, zo vet. Heel vet. Ik zat er best geen tv. En Chloe is lekker met de kluis aan het spelen. Wauw. Ik wil nu even een flesje maken voor Klo. Met water koken. Hè? Mama gaat je even klaarmaken, verschonen en je pyjama aan doen. Voor nu, welterusten allemaal. Zien jullie morgen. Zeg maar dag dag. Welterusten. Nou, die gaat al slapen. Goedemorgen. Zo vader, zo dochter. Wat doe je, Chloe? Dat heb ik je nog nooit zien doen. Dat doen we normaal nooit, maar op de tv doen we normaal Netflix dan. Of ik bedoel Netflix, YouTube met haar favoriete programma. Maar die hebben ze natuurlijk niet hier op de televisie, dus ik heb even mijn telefoon gegeven. Ga me even aankleden, gaan we lekker eten beneden. Karta, doe je een stapje. Ga maar staan. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer, schat. Goed zo, kom. Kom maar lopen. Kom. Kom lopen. Goed zo, ja. Goed zo, schat. Mama heeft gefilmd. Je eerste stap heb je in hotel te Karta gedaan. Oh, mama moet bijna huilen. Mama moet bijna huilen ervan. Ja, maar. Nog een keer, Chloe, nog een keer. Nog een keer? Chloe, ga je lopen? Ga stopstaan. Nee, nu heeft ze genoeg ervan.